De toegenomen COVID-19-besmettingen leggen een enorme druk op zowel de beddencapaciteit als het personeelsbestand van het regionaal ziekenhuis Wanica. De instelling, waar momenteel 95 COVID-19-patiënten zijn opgenomen, zit tegen haar beddencapaciteit aan. Algemeen directeur Jason van Genderen en zorgdirecteur Fausia Poese geven in gesprek met de communicatiedienst Suriname een beeld van de situatie. De gezondheidszorg is weer onder een zware druk komen te staan vanwege de tweede golf van de COVID-19-pandemie. We hebben in de eerste golf hebben wij dus met heel veel moeite, natuurlijk iedereen heeft zich keihard ingezet, hebben wij die golf kunnen overbruggen. En in die periode was het regionaal ziekenhuis Wanica belast met de isolatiezorg, de zorg boven de patiënten en de intensive care zorg. En het heeft heel veel werk gekost en ook veel inspanning van het zorgpersoneel en natuurlijk alle overige personeelsleden om dit te kunnen bewerkstelligen. We hebben heel veel hulp gehad van onze collega ziekenhuizen en natuurlijk ook de overige ministeries. Daarna, dus toen we de cijfers dus een beetje onder controle hadden, of de besmetting onder controle hadden, heeft het ministerie ook niet stilgezeten. We hebben dus met de collega's ziekenhuizen vergaderd en gekeken wat er mis is gegaan en wat we in feite kunnen verbeteren voor de zorg. En op basis daarvan heeft het ministerie dus besloten dat ook de overige ziekenhuizen de zorg zullen dragen voor de COVID-19 patiënten. Dit ook vanwege de afstand en de human resources. De collega's ziekenhuizen zijn nu dus in deze tweede golf dus ook belast met de zorg van de zorgpatiënten van COVID-19. Het Slaans Hospitaal, het Diakonesse Ziekenhuis en het RKZ hebben dus ook afdelingen open om deze patiënten op te vangen. En de intensive care zorg die is dus geregeld in het AZP en ik denk het Diakonesse en het Slaans Ziekenhuis. In het regionaal ziekenhuis Wanica zijn we dus vooralsnog belast met deels de zorgpatiënten. We hebben daarvoor dus twee afdelingen operationeel. En de overige isolatiepatiënten, daarvoor hebben wij dus twee isolatietenten. En de overige klasseafdelingen voor isolatiezorg. We hebben dus nog steeds gemerkt dat wij binnen een bepaalde besmettingsgraad blijven. En dat is dus tussen de 50 en de 100 patiënten per dag die dus besmet raken. En de minister heeft niet zomaar aan de alarmbel getrokken, omdat de druk op het zorgpersoneel groter wordt dan de vorige pandemie. Kijk, de overige ziekenhuizen, zoals de minister heeft aangegeven, zijn gisteren volgelopen met hun afdelingen qua zorgpatiënten. Toch? En in het regionaal ziekenhuis Wanica, omdat wij dus geen intensief care zorg hebben, moeten wij dus rekening houden dat het moment een patiënt gaat verslechteren, de patiënt gelijk vervoerd moet worden naar de intensive care van het AZP of het Slaans Hospitaal. En op basis daarvan kunnen wij dus niet zoveel zorgpatiënten opnemen. We moeten daarmee rekening houden, want COVID-patiënten kunnen heel snel verslechteren, vooral als ze aan de zuurstof zijn. En we moeten dus rekening houden met de afstand. En doordat er een gebrek is aan human resource, moeten wij dus nu gaan kijken waar we de patiënten gaan opvangen. Als een patiënt een bepaalde ademhaling heeft, komt de patiënt naar het RZWI? Of hoe snel kan zo'n patiënt verslechteren, dat we de patiënt toch liever in het AZP houden of de overige collega ziekenhuizen. Dus wat betreft de bezetting zitten we, je kan zeggen, bijna vol. Toch? Want we moeten rekening houden met de kwaliteit van de zorg. De kwaliteit is heel belangrijk. COVID-patiënten moeten constant gemonitord worden. Als het om isolatiepatiënten gaat, hoeft dat niet zozeer. Die herstellen heel snel zelfstandig. Maar vooral degenen die zorg nodig hebben, die bijvoorbeeld zuurstof nodig hebben, die hoge bloeddrukpatiënten, diabetes, die moeten dus constant gemonitord worden en kunnen heel snel verslechteren. Dus vandaar dat de opnamemogelijkheden dan. Men zit elke dag te kijken, natuurlijk de specialisten, die zitten elke dag met de profielen van de mensen. En er wordt daar gekeken van, gaan we zo'n patiënt opnemen in het regionaal ziekenhuis Wanica? Er wordt gekeken naar de vitale functies. Wacht even, deze kan toch in Wanica? En dan kunnen we dan een plekje vrijhouden in het AZP voor iemand die heel snel kan verslechteren. Dus terecht ook dat de minister aan de alarmbel heeft getrokken. En dus ook de regering ervoor heeft gekozen om alvast de weekend lockdowns te laten doen. Omdat het zorgpersoneel nu
echt, nu echt onder een hoge druk is komen te staan. Als een patiënt hier wordt opgenomen, dan is de patiënt sowieso COVID-positief. Het ontsmetten van de ruimte is eigenlijk dan niet nodig. Maar de ruimtes worden wel dagelijks schoongemaakt door het personeel. En ook het zorgpersoneel die dan helpt met natuurlijk het verwisselen van de lakens. Zodra er een andere patiënt komt, worden de lakens in de kussens lopen verwisseld. Er wordt wel even schoongemaakt en geveegd. Weet je, meestal laat de andere patiënt wordt er allemaal achter. Wordt wel opgeruimd, maar ontsmetten is in deze fase dus niet nodig. Omdat er dan ook weer een COVID-positieve in de ruimte komt. De minister heeft dat gisteren ook aangegeven in zijn speech. Onze isolatiecapaciteit in de twee isolatietenten die is 175 personen. We hebben daarnaast dus ook nog een klasseopvang dat intussen ook al bekend is. En daar kunnen wij dus maximaal, ik denk, 50 besmette personen opvangen. Daarnaast hebben wij dus ook de twee units voor de opvang van zorgbehoevende patiënten. En daar kunnen wij dus ook 51 patiënten opvangen. We zijn dus ook nog bezig, zoals de minister het ook aangaf, om de mogelijkheden te bekijken. Als de cijfers blijven stijgen, gaan de overige units dus ook operationeel gemaakt worden voor zorgbehoevende patiënten. De klassebedden komen dan in dit geval te vervallen. We gaan dan daarmee stoppen, want dan gaan we dan patiënten opnemen die zorgbehoevend zijn. Vanaf de eerste golf al had het ministerie en ook andere, ook het regionaal ziekenhuis Wanica, hadden wij dus een sollicitatieoproep de deur uitgestuurd. En dus een oproep naar verpleegkundigen, artsen, toch, die natuurlijk zouden kunnen werken, of dus ingezet zouden kunnen worden voor de COVID-zorg. En bij de tweede golf hebben wij dat ook gedaan. En gelooft u mij, er hebben dus mensen hebben zich wel aangemeld. En het ging dan, zijn zelf vrijwilligers geweest. Ook het Rode Kruis heeft aangeboden om vrijwilligers te laten werken in het regionaal ziekenhuis Wanica. Ik moet het Rode Kruis daarvoor bedanken, want er werken elke dag hier tenminste 3 tot 4 vrijwilligers van het Rode Kruis. En dat doen zij administratief werk. En ondersteunen ze de verpleging ook met het meten van de vitale functies en noem maar op. Deze mensen hebben al ervaring in de gezondheidszorg. En ze zijn ook dagelijks in het regionaal ziekenhuis Wanica werkzaam. Daarnaast hebben wij dus ook ieder die een beetje zorgervaring heeft, dan heb ik het over zieke verzorgende, studentverpleegkundige, hebben we dus ook getrokken of bijgehaald bij het regionaal ziekenhuis Wanica. En hebben we ze dus in een traject gezet van training samen met de ervaren verpleegkundigen. Om dus het werk te leren en zo dus de zorg te kunnen bieden. Het is weliswaar niet de kans dat we op willen gaan, maar nu is het gewoon all hands on deck. We zijn in een oorlog beland en moeten ieder dus die kan ondersteunen, dus wel de gelegenheid geboden worden om dat te doen. De mensen zijn vanaf het begin, ik denk dat wij dus vanaf december al daarmee bezig waren. Die mensen zijn dus in het trainingstraject, ze zijn er nog steeds in, want geloof me, de zorg is heel breed. En je leert dat echt niet binnen een paar weken hoor. Maar ik mag wel meegeven dat de mensen zich dagelijks inzetten en er alles aan doen om in feite de zorg te kunnen continueren. Maar, we blijven het zeggen, het wordt voor hun ook heel zwaar. Want het moment je wordt belast met COVID-zorg, verandert je hele routine. Verandert je hele leven, toch? Want je moet dan ook afstand houden van je gezin. En natuurlijk, we houden ons hier wel aan de protocollen die zijn voorgeschreven, de veiligheidsprotocollen. En tot nu toe verloopt dat vrij vlot. We hebben geen besmettingen gehad op de werkvloer. Ik klop het af. Ik hoop dat dat nooit komt. Maar een ieder zet zich dus in. Maar we zijn dus dan ook nu helemaal aan de rand gekomen. En dat we misschien kunnen zeggen van als de cijfers gaan blijven stijgen, weten we niet welke kant we naar op moeten gaan. We kunnen niet steeds maar blijven vragen van deze zorgverleners, van deze artsen, van deze specialisten, van de verpleegkundigen, om overuren te maken en extra diensten te maken. Want dat wordt elke dag van ze gevraagd, snapt u? En het wordt gewoon echt zwaar voor hun. Nou, het regionaal ziekenhuis Wanica heeft een aantal units die dus ingericht zijn voor de opvang van de mensen die zorgbehoevend zijn. En er zijn ook units in gebruik voor isolatie van patiënten. De tenten die worden sowieso gebruikt voor de isolatie patiënten, mensen die niet zorgbehoevend zijn.
En op de units zijn er bedden, ziekenhuisbedden, voor de mensen die ziek zijn, die zorgbehoevend zijn. Wat de capaciteit betreft, op dit moment zijn alle ziekenhuisbedden in principe bezet met mensen die zorgbehoevend zijn. Vandaar ook de oproep steeds naar de gemeenschap toe, naar de mensen toe. Wees voorzichtig, hou je aan de maatregelen. Weet je, let erop dat je niet besmet raakt. Omdat de druk op de medische zorg of op de zorg in het algemeen steeds groter wordt als er steeds meer mensen bijkomen. En op den duur zal het gebeuren dat we geen mensen meer zullen kunnen opvangen. En op dat punt willen we niet komen. We hebben het gezien in het buitenland, in andere landen, waar mensen niet opgenomen kunnen worden omdat de ziekenhuizen allemaal vol zijn. Mensen kunnen niet geholpen worden. Er moet gekozen worden tussen, ja, ik ga deze patiënt wel of niet op een IC-bed plaatsen. Laten we er samen naartoe werken dat we in Suriname niet zo ver komen. We zijn nog niet op dat punt, maar we zijn heel dicht bij dat punt. En het ligt aan ons allen om ervoor te zorgen dat we niet op dat punt komen. Natuurlijk weer de oproep aan iedereen. Houd je aan de maatregelen. Mensen, geen feestjes, geen parties. Laten we dat even uitstellen totdat we weer COVID-veilig zijn, COVID-vrij zijn. En denk alsjeblieft ook aan de mensen die in de ziekenhuizen werken, op de polyklinieken werken. We hebben niet alleen de COVID-patiënten. Er zijn ook andere mensen die nog zorg nodig hebben. Maar met de COVID-patiënten erbij wordt die druk extra zwaar en moeten verpleegkundigen en doktoren extra hard werken.